Jens, uit het bekertoernooi na een lange avond, enorme domper. Heerst er vooral ongeloof bij jou in de ploeg? Nee, vooral teleurstelling, denk ik. We hebben echt vooral de laatste half uur denk ik enorme kansen laten liggen. En als je tot de 80e minuut 1-0 voor staat, dan mag je het eigenlijk ook niet zo ver laten komen zoals we gedaan hebben. Maar goed, het is wat het is. En we moeten nu snel de rug rechten. En gauw vergeten. En zondag komt er weer een hele belangrijke wedstrijd aan. Ja, dat de betere ploeg niet altijd wint is duidelijk. Het was tegen de verhouding in. Bouw je daardoor extra? Nee. Het is gewoon sowieso teleurstelling dat je verliest. En vooral het feit dat het gewoon zonde is dat je de kansen die je krijgt niet afmaakt. En ik denk dat hun keeper echt heel veel heeft tegengehouden vandaag. Dus ook complimenten naar hem. En voor ons iets om over na te denken. Want we hebben wel vaker dat we veel kansen creëren en eigenlijk te weinig scoren. Ja, schiet er al iets gelijk te binnen waarvan je zegt, nou, op die manier kunnen we dat beter doen? Nee, ik heb veel vanaf de kant gezien vandaag natuurlijk. En soms moet je ook een beetje geluk hebben op de een of andere manier. En vandaag lag het geluk aan de keeper, of aan de kant van de keeper, denk ik, die heel vaak op de goede positie stond. En veel bal heeft tegengehouden. Ja, je kwam erin voor Guus tegen het einde van de tweede helft, net na de 1-1. Wat is dan op dat moment specifiek de taak die de trainer aan je meegeeft? Energie terugbrengen in het elftal. En proberen de drukte weer op te krijgen. En weer kansen proberen te creëren om te winnen. En helaas niet gelukt. Nee, ja, niet gelukt om te winnen. Nee. Maar hoe kijk je verder terug op je eigen spel? Ja, ik heb er een half uurtje gespeeld, denk ik. Niet heel veel ballen gehad. Het was ook vooral opportunistisch spel natuurlijk op het eind, veel lange ballen. Dus ja, daar valt niet echt een objectief oordeel over te vormen, denk ik, voor mezelf. Dat mogen anderen doen. Ja, ik kan me voorstellen dat je op zo'n lange avond als team zijnde ook ongetwijfeld niet zat te wachten. Het oog op de klassieker. Hoe zijn jullie naar jouw idee als team uit de strijd gekomen? Ja, nu zijn we vermoeid natuurlijk na 2 uur spelen. Maar we hebben zoveel wedstrijden gespeeld dit seizoen. En we hebben een bepaalde fitheid. Dus ik zie daar voor zondag geen probleem in. Ja, wel voor een lege kuip, geen supporters. Dat is misschien voor deze wedstrijd wel het meest pijnlijke. Wat verwacht je van de wedstrijd? Dat is een goeie. Vaak wat je zegt, de supporters kunnen ons naar een bepaald hoger niveau brengen met hun enthousiasme. Dat missen we nu, dus dat moeten we uit onszelf gaan halen. En, als je tegen een tegenstander als Ajax speelt, dan zou dat toch ook moeten lukken. Ja. Justin zei het al voor de camera van ESPN, de knop moet om. Dat is volgens jou de beste methode om dat voor elkaar te krijgen? Ja, nu een lange terugreis naar Rotterdam. Ik denk dat je daarin nog wel even mag balen en even terug mag kijken. Maar ja, morgen moeten om in de clichés te blijven, de neuzen weer dezelfde kant op. Maar ik zie daar geen probleem in. We hebben een goede groep, positief. En ook naar de volgende.